allemaal en welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. Het is alweer even geleden dat ik een video zo lang heb opgenomen, omdat ik mij de afgelopen tijd voornamelijk heb gefocust op mijn shorts. Alleen, ik vond dat er nu alweer hoog nodig tijd was om weer een normale lange video op te nemen. Dus ja, here we are again. Ik ben dus al meer dan een jaar bezig met shorts en al meer dan 5 jaar bezig met TikTok. En mijn allereerste video's en mijn... Oh, die zijn zo cringe. Ik kan het gewoon niet aan. Dus ja, in deze video ga ik met jullie mijn cringiest video's bekijken van 5 jaar geleden toen ik nog 19 jaar oud was. En voordat we beginnen, vergeet alvast niet te abonneren, want ja, party! Dus ja, let's get started! Oké, laten we gelijk beginnen met de video van mezelf die ik het meeste haat. En deze is dus opgenomen in 2020, toen ik dus net een beetje TikTok fame begon te krijgen. En deze video heeft 85.000 likes en bijna 1 miljoen weergaven. En hij is zo dom. Oké, I'm gonna show you. Nou, ik had het briljante idee om een milkshake te bestellen voor lekker in de trein. Maar dat mag helemaal niet. Dus ik dacht, misschien kan ik dit rietje door deze luchtpijpen douwen. Maar dat lukte ook niet. Dus nu is mijn milkshake niet meer een milkshake, maar gewoon melk. Wat is dit? Waarom heeft dit zoveel likes? Ik bedoel, waarom was dit eerder grappig of zo? Oké, ik had dus een mondkapje op. Ik weet ook niet. Ja, er moest toen... Want in de coronatijd moest je mondkapje op in de trein namelijk. En... Ja, ik vind het dus gewoon heel, heel pijnlijk om te bekijken. Want wat is dit? Oké, laten we naar de volgende gaan. Ik heb hier gewoon echt geen woorden voor. Oké, deze video is van. Oh, is ook uit 2020. Hi, ik ben Julia. En als jij het oké vindt om haat te geven op mensen die op hetzelfde geslacht vallen. Of racisme tolereert, of het N-woord zegt, flikker ik je zo met je blote luier van de Eiffeltoren af. Ik kan gewoon niet herinneren dat ik deze video ooit heb opgenomen. En ik snap wel dat ik werd gepest. Wat is dit? Hoe zie ik er ook uit? Ik had toen destijds een pony geknipt. Want mijn ex-vriendje zei tegen mij van, oh ja, Julia, je moet echt pony gaan knippen. Nou, what the fuck is dit? Het ziet er niet uit. Maar ik kan me gewoon niet herinneren dat ik deze video heb opgenomen. It's giving pick me. Waarom kreeg ik ook geen haat? Waarom kreeg ik hier geen haat op? Hallo, wat is dit voor video überhaupt? Oh my god. Goed. Hallo allemaal. Wow, hoorde je die voice crack? Hallo. Vandaag heb ik weer een nieuwe uitprobeersel. Namelijk deze fantastische No More Red Primer Fine. Ja, zonder dop, want die ben ik kwijtgeraakt. Nou, dit spulletje zou er dus voor zorgen dat ik, zoals je ziet, geen rode huid meer krijg. Nou, dat vond ik echt heel erg vet. Dus ik dacht, dat ga ik gelijk proberen. Wat is die rode lippenstift? Kijk, zit op mijn vinger. Dit is echt niet best hoor. Hiervoor, voor deppen, gebruik ik mijn badspons. Teringantje kwam in mijn oog. Nou, zoals je ziet, lijk ik alleen op de Hulk. Nou, zoals je kunt zien, of beter gezegd niet zien, is er niks veranderd. Dat kan toch niet? Het enige wat het heeft achtergelaten is een groene gloed. Ik moest tegen mezelf beschermd worden. Ik snap niet dat mijn ouders mijn telefoon nooit van mij hebben afgepakt. Want het is echt zo cringe. Ik ga bijna van neer. Oh, dit is... Oké, ik had destijds gecanceld moeten worden gewoon. Dit is echt niet best hoor. Laten we onszelf nog verder mentaal naar de tering werken. En verder kijken. Dus ja, hier komt de volgende. Kijk dit jonge koppie ook even. Kijk even hoe jong ik hier was. En ik dacht ook echt dat ik aan het sleeën was. Hè, met die hairflip. Oh, zo voelde ik mij waarschijnlijk. Want ik snap gewoon geen andere logische verklaring voor deze rare video. Maar goed, oké, volgende video. Mijn broertje krijgt een hele lekkere zak met lippensticks.
En een lelijke dikke hond. En wat krijg ik? Erik! Ja. Ik weet deze trend nog steeds. Weet je, tot op de dag van vandaag zeg ik nog steeds. Hè? Want er waren eerder dus altijd op TikTok van die meiden die gingen dan van die video's maken. Ik krijg dit, mijn broertje krijgt dit van haar, mijn moeder. En ik krijg ook een dikke vet Ferrari. En wat krijg ik? Erik! Ja, ik vond het echt gewoon een meme van de eeuw. Ik vond het een uitvinding. Shout-out naar diegene die deze video heeft bedacht. Want dit was mijn leven. Is nog steeds mijn leven trouwens. Ik denk dat het uiteindelijk gewoon was omdat ik het zo dom vond dat ik het na ging maken. Omdat ik het zo dom vond. Maar ja, ik weet anders ook echt niet. Ik weet geen logische verklaring voor het feit dat ik zo'n video na ging maken. Maar ja, shout-out to Erik. Volgende video. Oh, we komen ook gelijk bij de ergste video van mijn leven, zowat. Ik werd hier recent in getagd van, haha Julia, kijk wat je eerder maakte. En toen werd ik even gewoon met mijn neus op die harde feiten gedrukt, dat ik eerder gewoon zulke cringy video's maakte. En, ik weet niet hoe ik later ooit nog aan de baan kom na al deze cringy video's, maar ja, weet je, ik was ook jong. Laten we gelijk naar de allerheftigste video gaan ever. Maar doe het niet voor de money. Weet je, eerder had ik nog die TikTok e-girls, zeg maar. Ik vond het zo vet cool. Gewoon dat zij allemaal helemaal in de make-up en helemaal. Ik heb een creditcard, een stuk of 5. En ik vond het altijd zo aesthetic en satisfying om dat bij andere mensen te zien. Maar ja, dat betekent natuurlijk niet gelijk dat ik dat ook kan. Ook al denk ik dat dus wel. Maar ja, dat, nee. Dus ja, ik besloot zo'n video te maken en het ook nog online te gooien. En bedankt dat jullie me hierin hebben getagd. Op TikTok laatst. Ik weet het. Ik ben me van bewust dat ik mijn cringy era heb gehad. En eerder snapte ik niet waarom ik erom werd gepest. Maar nu ik terugkijk, denk ik, ja oké, weet je, misschien heb je het zelf wel een beetje over je heen geroepen. Want het slaat natuurlijk ook gewoon helemaal fuck nergens op. Maar goed, volgende video. Raar. Ja, ik weet niet. Ik denk dat ik mezelf een supermodel vond. Hier, oh, wat is deze sideshot ook zo? Ja, ik was echt een enorme pick-me, besef ik mij nou. Maar ja, goed, maakt niet uit. Volgende video! Oh my god. Hier, ik zweer je. Ik keek eerder altijd naar Emma Wagemans. Ik weet niet of jullie haar kennen, maar zij was echt mijn leven eerder op YouTube. En ik dacht dus toen ik met TikTok begon, van ik ga een van haar YouTube-video's een beetje nabootsen. Dus kijk, ik ben niet Emma Wagemans. Ik ben cringe namelijk. Dus ik ging die video maken en het leek echt helemaal nergens op. Dus ja, let's watch for yourself. Oh my god. Lekker tussenuurtje met de meiden. We gaan zo lekker naar de Albert Heijn om een frikandelbroodje te halen en wat energiedrank van 30 cent. Oh maar dan mag je niet tegen onze docent zeggen hoor, want eigenlijk mogen we op onze 13e nog geen energiedrank. Maar dat doen we toch, want ja, my rules, my life, my story. Oh, en godverdomme Patricia, ik krijg nog 30 cent van je voor de vorige keer toen ik je energiedrank voor je heb betaald. Oh, en ik heb het echt hard nodig, want mijn moeder geeft maar 2 euro zakgeld in de maand. Wat is dit? Wat is dit? Dit kan toch niet? Die wenkbrauw. Nee. Oh, ik kan het gewoon niet meer aan. Weet je, de cringe wordt mij echt gewoon te veel. Dit is wel genoeg cringe voor iedereen vandaag. Het spijt me. Het spijt me heel erg dat jullie dit met mij hebben moeten aanzien. Ik weet hoe erg het was. Ik ben er totaal van op de hoogte van hoe cringe ik eerder was. En waarschijnlijk als ik deze video's over 5 jaar terugkijk, denk ik ook van oeh. Maar ja, maakt niet uit. Ik had er wel altijd heel veel plezier in. En ik vond natuurlijk de aandacht die erbij kwam kijken ook heel erg leuk. De positieve reacties, ook al snap ik nu nog steeds niet waarom ik zoveel positieve reacties kreeg op deze cringy video's. Dus ja, vond je deze video nou leuk? Vergeet dan niet te subscriben en te liken, want dan ben je gewoon super cool. En dan zie ik jullie weer in mijn volgende video. Doei!